Goedendag, we hadden vandaag grote verschillen in ons land. De oostelijke helft had lange tijd met zon te maken en langs de oostgrens werd het plaatselijk zelfs nog bijna 20 graden. Het midden en westen had daarentegen te maken met veel bewolking, af en toe wat regen en vooral in Zeeland was het op sommige plaatsen best wel nat. Lokaal is daar zelfs bijna 10 mm neerslag gevallen. Nou, dat neerslaggebiedje trekt vanavond en vannacht en eigenlijk ook nog een deel van morgenochtend langzaam over de zuidelijke helft richting Duitsland. In de rest van het land vallen de neerslaghoeveelheden eigenlijk heel erg mee. Dat zien we ook op de animatie. We hebben te maken met een stevige noordelijke stroming. Daarmee wordt vrij koude lucht naar onze omgeving geblazen. En af en toe valt daarin een bui. Maar meestertijds blijft het toch overwegend droog. Geleidelijk aan krijgt het hoge drukgebied ten westen van ons meer invloed. Breidt zich langzaam uit over onze regio. Dat betekent dat vanaf woensdag de wind gaat afnemen. De bewolking geleidelijk oplost. En daarmee ook steeds meer ruimte voor de zon komt. Nou, op den duur krijgen we dan ook met hogere temperaturen te maken. Maar daar moeten we nog wel een paar dagen op wachten. Vanavond en vannacht is het dan op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidoosten valt van tijd tot tijd nog wat regen. De bewolking overheerst wel. Pas later in de nacht zien we vanuit het westen langzaam meer opklaringen volgen. En die breiden zich dan tegen de ochtend langzaam oostwaarts uit. Bij een meest matige wind uit het noorden koelt het niet veel verder af dan 6 tot 8 graden. Ook morgen is het aan de frisse kant. Met weliswaar zonnige perioden en vooral in het binnenland ook de vorming van stapelwolken. Langs de oostgrens en in het noordoosten is plaatselijk kans op een bui. Maar dat zal niet meer dan wat gespetter zijn. En de middagtemperatuur blijft steken op zo'n 13 graden langs de noordkust tot plaatselijk nog 16 in het oosten en zuidoosten van het land. De wind maakt het voor het gevoel ook nog iets frisser, is meestal matig, maar langs de kust en in het noordelijk kustgebied van tijd tot tijd vrij krachtig of krachtig en dat is een windkracht 5 tot 6. Nou, zoals gezegd wordt het de dagen daarna een stuk rustiger. Dat hoge drukgebied krijgt steeds meer invloed op ons weer en dat heeft tot gevolg dat het overwegend droog wordt. Steeds meer ruimte voor de zon, met name vanaf donderdag. Dat levert wel enkele frisse nachten op. Maar overdag gaat de temperatuur geleidelijk steeds verder omhoog. Vanaf het weekend, een graad of 20, gaan we dan nog wat verder vooruit kijken. Dan zien we dat we mogelijk zelfs voor een behoorlijk warme periode staan voor de tijd van het jaar. Met ook volgende week temperaturen rond of boven de 20 graden. En daarbij worden ook de nachten een stuk zachter. Ik wens u een mooie avond.